God werkt op alle tijden. Wanneer we hem nodig hebben, is hij daar. Amen. Zelfs in de kleine dingetjes. En de computer die geüpdate moet worden, dat die op tijd klaar is. Amen. Amen. Oh, God is goed. Vandaag is een mooie dag, vindt u niet? Yes, amen. Vandaag is, weer, is het 1 mei. Weer een nieuwe maand zijn we alweer. De 5e maand. En we hebben vandaag heilige avondmaal, maar we hebben ook een opdragingsdienst. Zijn we daar een beetje blij om? Yeah. Ja, we mogen verheugd zijn dat we, hè, dat we zo'n opdragingsdienst mogen doen. Dat de ouders zeggen van ja, ik wil mijn kind, ik wil behamen tegenover mijn broers en zusters en tegenover de God. Heer, help ons om onze kinderen op te voeden, Heer. Naar uw wil, naar uw geschieden, naar wat u, ja, wat u wilt. En daar heb ik dan vandaag weer over nagedacht, over die opdraging. Zelf heb ik natuurlijk ook 4 kinderen, alle 4 opgedragen. En wat is het mooi om dat te kunnen doen, wetende van God. Met u kunnen we alles aan. En dat ze zijn geschapen, hè, in een maaksel. Ze zijn een maaksel van Gods evenbeeld. En dat ze allemaal uniek zijn. Dat ze allemaal weer iets anders hebben. En als ik dan weer zelf nadenk, maar en waarschijnlijk heeft u dat ook wel eens van, wat is nou mijn roeping, Heer? Wat is nou mijn roeping? Deze vraag heb ik mezelf heel vaak gesteld. En dan nu voor mijn kinderen. Maar wat is eigenlijk de roeping van mijn kinderen? Hier ga je toch over nadenken. Maar als we dan teruggaan. Dat God ons heeft gemaakt. Perfect. Zoals we moeten zijn. Met onze goede punten. Onze slechte punten. Met alles erop en eraan. En als we dan het vers lezen. Efeziërs 2 vers 10. Dat we maaksel zijn van God. Dat hij wil dat wij in goede werken wandelen. En dat we dat het al gegeven is, die goede werken. Dat heeft God ons al gegeven. Dus als we dan denken van, oh, u heeft mij gemaakt, precies zoals ik moet zijn, perfect zoals ik ben. Dat ik alleen nog maar heel veel toe te stappen en te wandelen. En dat we daar onze roeping mogen vinden. En dat we onze kinderen daarin mogen begeleiden. Wat past bij hun? Wat is voor hun? Wat zijn hun talenten? Waarin kunnen ze uitblinken? Wat vinden ze leuk om te doen? Amen. Dat wij zijn allemaal verantwoordelijk voor al deze kleine kinderen. Voor de nieuwe generatie om ze op te bouwen. Amen. Bent u het ermee eens? Amen. Yes, met dat in ons achterhoofd. En uw eigen roeping. En uw eigen ik. En wat God heeft gemaakt in u. Gaan we deze dienst beginnen. Amen. Amen. Dank u wel, o Abba Vader, voor deze geweldige morgen, o Heer, dat u heeft gegeven. Abba Vader, dat u ons bewustzijn wilt geven op dat hoe u ons heeft gemaakt, o Abba Vader. Dat we dankbaar mogen zijn met alles wie wij zijn, o Heer. Dat wij die identiteit in Christus kunnen claimen, kunnen bewandelen, o Abba Vader. Ik dank u daarvoor, o Heer. Heer, want er is maar één doel waarom wij hier zijn, o Heer. En dat is om u groot te maken, om u te behagen, Heer. We danken u, Vader, in Jezus' naam. Amen. Amen. Doet u met mij mee vandaag? Yes. Halleluja. Dank u wel, mijn vader. Thank you.
even tegen uw buurvrouw en buurman. Onze God is goed, amen. Onze God is goed, oh Lord, you are good. Dat we verder mogen zien omdat we kunnen zien, oh Heer.
Dat we meer mogen horen naar wat u te zeggen heeft. Tussen alle ruis en wat er ook gebeurt, hoor, mijn vader. Dat we fijngevoelig mogen zijn, o Heer, naar wat u wil. Oh,
Glory and honor.
Sebab apa yang telah kutuliskan padamu, wat ik u
Heer overal eerder hebt verteld. Telah aku terima dari Tuhan. Heb ik van de Heer ontvangen. Yaitu bahwa Tuhan Yesus. Dus dat in dat Jezus. Pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. In de nacht dat de Heer Jezus geleverd werd, werd verraden, nam hij een brood. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dankte God ervoor en zei. Ia memecah-mecahkan dan berkata. Hij bracht het brood en zei. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Dit is mijn lichaam dat ik voor u geef. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Eet het geregeld als een herinnering aan mij. Tuhan Yesus. Heer Jezus. Setiap detik. Iedere seconde. Setiap menit. Iedere minuut. Setiap jam. Iedere uur. Setiap hari. Iedere dag. Setiap minggu. Iedere week. Setiap bulan. Iedere maand. Setiap tahun. Ieder jaar. Kami akan mengingat akan Engkau. Zullen we aan u herinneren. Apa yang telah Kau perbuat di dalam kehidupan kami. Dat wat u in ons leven heeft gedaan. Bahwa Tuhan Yesus yang menyelamatkan kami. Dat u Jezus, Jezus ons gered heeft. Terima kasih untuk keselamatan yang telah Kau berikan kepada kami. Dank u wel, Heer. Terima kasih Yesus. Dank u wel, Jezus. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Laten we dat eten in de naam van Jezus Christus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Maar het eten nam hij ook de beker. Mari kita angkat cawan ini tinggi-tinggi. Laten we het beker hoog opheffen. Lalu ia berkata. En zei. Cawan ini adalah perjanjian baru. Deze beker is het nieuwe verbond. Yang dimateraikan oleh darahku. Dat wordt bekrachtigd met mijn. Perbuatlah ini. Drink dit geregeld. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Drink dit geregeld als een herinnering aan mij. Tuhan Yesus. Heer Jezus. Selalu kami mengingat akan Engkau. We zullen altijd aan u herinneren. Dan kami percaya. En daarom geloven wij. Pada waktu kami meminum dari beker ini. Als wij uit deze beker drinken. Darah kami. Ons bloed. Dari ujung kaki. Van top tot teen. Sampai ujung kepala. Top darah ini mengalir het bloed zal stromen dengan sempurna in zijn volmaaktheid. Tidak ada gumpalan-gumpalan darah yang menghalangi. Er zijn geen belemmeringen onderweg. Dan darah itu sampai ke organ kami. En al het bloed zal in onze organen gaan stromen. Bahkan organ kami berfungsi dengan sempurna. Zelfs de organen zullen dus volmaakt weer gaan functioneren. Bahkan sampai ke otak kami. Het zal naar onze hersenen toe gaan. Dan otak kami memikirkan tentang kerajaan-Mu. Onze gedachten zullen naar uw koninkrijk. Dan pikiran kami hanya mengingat akan Engkau Yesus Kristus. En onze gedachten zullen alleen maar naar u toe. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Laten we drinken in de naam van Jezus Christus. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Laten we God danken. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Berterima kasih. Oh. Kau sungguh besar Tuhan. Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar. Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Seperti Engkau,
Istri dan istri mengasihi suami. Toen wij dus onze vrouwen lief hebben en onze vrouwen hebben ons lief. Ada satu pertumbuhan yang terjadi antara istri dan suami. Er is dus een groei tussen man en vrouw. Ingat pada waktu Adam diciptakan oleh Tuhan. Toen Adam werd geschapen door de Heer. Waktu itu Adam sendirian. Adam was toen alleen. Tetapi Tuhan melihat. Maar God zag. Bahwa tidak baik orang seseorang sendirian. Dat het niet goed is om alleen te zijn. Dan itu Tuhan menciptakan seorang wanita, Eva. En daarom heeft God dus Eva geschapen. Dari rahangnya betul. Vanuit zijn rib. Tulang rusuk. Sorry, tulang rusuk. Ada amin, saudara-saudara. Amin. Amin, saudara-saudara. Seorang pria dan seorang wanita. Een man en een vrouw. Saling mengasihi. Die hebben elkaar lief. Dan inilah satu buah yang terjadi dalam kasih. Dit is dus de vrucht uit de liefde. Karena Tuhan itu adalah kasih. Yes. God is liefde. Dan kasih ini Tuhan menyatakan. En door deze liefde. Antara dua orang, wanita dan pria. Dit is dus het gevolg tussen een man en een vrouw. Dan inilah buah. En dit zijn dus de vruchten van de liefde. Dan inilah tanggung jawab kita untuk memberikan lagi kembali kepada Tuhan. En dit is onze verantwoordelijkheid om dit terug te geven aan de Heer. Seorang anak terjadi dari kasih. Een kind komt uit de liefde. Seorang anak terjadi dari kasih. En ook een kind komt uit de liefde. Dan kasih itu adalah Tuhan sendiri. En liefde is eigenlijk God zelf. Kita tahu. En wij weten bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Dat wij dus kinderen van de Heer zijn. Kita wajib untuk memberikan anak-anak kita kepada Tuhan. Wij moeten dus onze kinderen naar de Heer teruggeven. Tanggung jawab kita untuk membesarkan dia. Onze verantwoordelijkheid om de kinderen groot te brengen. Dan Tuhan yang menumbuhkan. En God zal ze dus laten groeien. Dari orang tua pasti kita mengajar anak-anak kita yang terbaik. Als ouders gaan we dus het beste voor onze kinderen doen. Tidak ada yang lebih terbaik. Er is dus niks wat beter is. Daripada kasih Tuhan. Dan de liefde van de Heer. Tidak ada yang lebih terbaik. Er is dus geen andere liefde. Dari firman Tuhan. Dan het woord van de Heer. Tanggung jawab kita membesarkan anak-anak. Onze verantwoordelijkheid om die kinderen groot te brengen. Melalui pengajaran kita dari firman Tuhan. Langs het les wat wij dus gekregen hebben van het woord. Firman Tuhan mengatakan. Het woord zegt. Tuhan Yesus mengatakan begini Tuhan. Yesus zegt. Janganlah menghalang-halangi anak-anak datang kepada. Laat de kinderen toch bij mij komen. Ada satu yang terjadi kepada saya pada waktu itu. Er is iets gebeurd in mij op dat moment. Orang bertanya kepada saya. Men heeft mij gevraagd. Apakah layak anak itu diopdragen kepada Tuhan?
is het waardig om dat kind opgedragen te worden. Sedangkan orang tuanya tidak pernah ke gereja, tidak mengenal firman Tuhan. Want de ouders die gaan nooit naar de kerk en die kennen de Heer helemaal niet. Saya shock pada waktu itu. Ik was in shock op dat moment. Tetapi saya minta kepada Tuhan. Maar ik vroeg aan de Heer. Tunjukkan firman-Mu Tuhan. Laat het woord zien. Sehingga saya dapat menjawab teman saya. Zodat ik een antwoord kan geven. Matius 19 ayat 14. In Matius 19 vers 14. Saya tidak banyak-banyak mengenai ini. Dus ik zal niet veel vertellen hierover. Mungkin saudara bisa baca dari ayat yang 1 sampai 13. Misschien kunnen jullie zelf lezen vers 1 tot en met 13. Nanti saudara bisa tahu. Dan kunnen jullie weten. Saya mengambil ayat ini. Ik neem dit vers. Karena anak-anak ini akan diopgedragen. Omdat deze kinderen zo dadelijk opgedragen. Jezus kata begini. Yesus zegt, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang ampunya kerajaan surga. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Houd ze niet tegen, want het koninkrijk van de hemel is ook voor hen. Itu pagi hari ini. En daarom vanochtend. Kita mengadakan. Gaan we dit opdragen. Anak-anak kepada. Gaan we deze kinderen opdragen. Saya undang bapak-bapak, ibu-ibu berdiri. Ik nodig jullie allemaal uit om op te staan. Tuhan Yesus. Yesus. Terima kasih untuk hari yang indah ini. Dank u wel voor deze mooie dag. Di mana hari ini terjadi? Waar het vandaag gaat gebeuren. Ada dua orang anak yang ingin diberikan kepadamu Tuhan. Dan twee kinderen die naar u dus opgedragen worden. Tanda kami melakukan firman-Mu Bapa. Het is een teken dat wij uw woord gaan volgen. Keadaan hari ini adalah sungguh ajaib Tuhan. Het is een wonderbaarlijke dag Heer. Karena kami tahu. Want wij weten. Kami tidak melakukan tiap hari ini Bapa. Dat wij dus niet iedere dag dit gaan doen. Tetapi kesempatan yang telah Kau berikan kepada kami. Maar dat wij dit mogen gaan doen. Kami hanya mau mendengar dan melakukan firman. Wij willen alleen maar horen en het woord ook gaan doen. Terima kasih Bapa. Dank u wel Vader. Dan itu hamba-Mu. En daarom de dienstknecht. Om menyerahkan. Zal dus. Jasmine. Adrien Stuyten. Di dalam tangan-Mu. In uw handen. Tuhan. Heer. Jagalah anak ini. Waak over deze kind. Perintahkan malaikat-malaikat surga. Laat alle engelen in de hemel. Bahkan tentara-tentara surga. En al het armee van de hemel. Untuk menjaga Jasmine. Om Jasmine. Adrinse Tuiten. Om Jasmine Adrinse Tuiten. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. In de naam van Jezus Christus. Bahkan hamba-Mu juga memberkati kedua orang tua ini Tuhan. Zal ik uw dienstknecht die zal dus allebei de ouders ook. Yang melakukan firman. Tuhan berikan mereka hikmat. Geef hem wijsheid, Heer. Untuk memberitakan Injil kepada Jasmine. Om het woord aan Jasmine door te geven. Dan terus membesarkan Jasmine dengan firman. En Jasmine zal grootgebracht worden met uw woord. Biarlah Roh-Mu yang kudus. Dat uw heilige geest. Terus mengajar kedua anak ini. Zullen dus deze twee kinderen van u verder gaan leren. Ovi en Marco Tuiten. Ovi en Marco Tuiten. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. In de naam van Jezus Christus. Halleluja. Halleluja. Tuhan. Heer. Ini kedua anakmu Tuhan. Deze twee kinderen van u. Gabriele Johanna Hofland. Gabriele Johanna Hofland. Hamba-Mu menyerahkan kepada-Mu. Dienstknecht die geeft aan u. Dan hamba-Mu percaya. En uw dienstknecht. Di dalam tangan-Mu. In uw handen. Penuh dengan kasih. Vol met liefde. Penuh dengan kuasa. Vol met macht. Tuhan kirimkan juga malaikat-malaikat surga. Stuur ook de engelen van de hemel. Bahkan tentara-tentara surga-Mu. En armee van de hemel. Terus mengelilingi Gabriele Johanna Hofland. Gabriele Johanna Hofland. Sehingga dia terus bertumbuh. Dat zij dus mag groeien. Bersama Engkau Bapa. Met u Heer.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan hamba mau berdoa untuk kedua orang tuanya, Bapa. Hamba mau berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Agar hikmat-Mu terus turun atas mereka, sehingga mereka mengajar Gabriela, Johanna Hofland, dengan hikmat daripada-Mu, hikmat yang datang dari surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amen. 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 En dat God jou zegent, jij lieve kleine schat, en dat Hij jou zal geven de wensen van je hart. Ik weet dat God jou zegent. Lieve kleine schat, en dat het ver zal reiken tot in jouw nageslacht. Want Hij is de Almachtige, de Schepper van het heelal. Hij maakte alles prachtig. Dankjewel voor de worshipper. Mungkin bisa tepuk tangan dulu untuk mereka. Kita applaudir for the worshipper. Haleluya. Puji Tuhan. Praise the Lord. Hari yang indah, amin. Amin. Een hele mooie dag, amin. Kita lakukan ini tidak setiap hari. Dit doen wij dus niet iedere dag. Ini adalah satu wonder. Ja, het is een wonder, het is een kunst dat wij dit mogen gaan doen. Ada amin selesai. Amen. Saya bisa melakukan ini bersama-sama dengan saudara. Dat ik dit kan doen samen met u. Dan kita hanya satu tujuan untuk melakukan firman Tuhan. We hebben alleen maar één doel om dat woord. Tidak ada lain lagi. Er is niks anders. Kita datang ke tempat ini. Wij komen hier allemaal. Untuk mendengar firman Tuhan. Om naar het woord te gaan luisteren. Onderhandelen met de Heer. Onderhandelen met de Heer. Berbicara dengan Roh Kudus. Praten met de Heilige Geest. Renungkan firman Tuhan. Overpeinzen het woord. Pagi, siang dan malam. Ochtends, middags. Itu tugas kita. Dat is onze plicht. Amen, saudara-saudara. Amen, broers en zusters. Bo kita tahu. Wat wij weten. Kita hidup di dunia ini. Wij leven hier op de aarde. Tetapi kita bukan dari dunia. Maar wij zijn niet van de aarde. Wij zijn niet van de wereld. Amen. Zijn niet van de wereld. Ja. Dan kita pasti hidup kita lain daripada orang-orang yang ada di dunia. Daarom leven wij dus anders als de mensen van de wereld. Daripada kita hidup di dalam kerajaan surga. Wij pasti leven, anders. Wij leven dus in de koninkrijk van de Heer. Amen. Amen. Haleluya. Tema pagi hari ini adalah tema van vanochtend is pengharapan anak-anak Allah. De hoop van de kinderen van de Heer. Setiap orang pasti memiliki pengalaman hidup sendiri-sendiri. Ieder van ons die heeft zeker een ervaring, een levenservaring gehad. Pengalaman saya dengan pengalaman Brother Jack pasti lain.
Mijn ervaring en de ervaring van broeder Jack is zeker anders. Walaupun masalahnya sama. Ondanks dat het probleem hetzelfde is. Benar nggak? Is het zo? Tapi jalannya lain. Maar de weg is anders. Dan setiap kita. En ieder van ons. Tuhan tidak pernah berjanji kepada kita. God heeft ons nooit beloofd. Bahwa kita bebas dari masalah. Dat wij dus vrij zijn van alle problemen. Ada amin? Is er amin? Selama kita masih hidup. Zolang we leven. Masalah terus mengejar kita. Problemen zullen ons achtervolgen. Jadi kita jangan mengejar masalah. Dus wij moeten de problemen niet masalah achtervolgen. Dat... Problemen komen zeker. Amin. Amin. Ada kehidupan kita yang menyenangkan. Er is een vreugde in ons leven. Ada kehidupan kita yang indah. Er is een mooie dingen in ons leven. Ada kehidupan kita yang manis sekali. Er is een zoete leven in ons. Sampai titik saatnya. Tot het punt. Kita masuk kepada kehidupan yang pahit. Totdat we in een bittere leven inkomen. Ada pernah merasakan, saudara-saudara? Hebben jullie dat ooit gevoeld, broeders en zusters? Wow, puji Tuhan. Prijs de Heer. Ada juga kita merasakan getir. Wij voelen ook een angst. Saking pahitnya. Omdat het zo vreselijk is. Ketakutan, saudara-saudara. Dat wij dus heel angstig zijn. Dan ada juga merasakan satu menyakitkan. En je voelt ook af en toe een pijn. Banyak di antara kita, vele van ons, ketika dihadapkan pada pengalaman hidup yang tidak mengenakan, als er dus voor problemen staan, masalah, problemen, ujian, dus een examen, kegagalan, falen. Siapa yang pernah gagal? Wie heeft ooit gefaald? Iedereen, hè? Bagus. Iedereen, ya. Mooi. Kalau nggak pernah gagal, nggak tahu. Als jullie dus nooit falen, dan weten jullie dat niet. Nggak tahu rasanya sakit. Voelen jullie, hebben jullie dus nog nooit de pijn gevoeld? Benar. Kadang-kadang kita cenderung dengan keadaan ini. Af en toe neigen wij dus naar dit probleem. Zagrijnig. Zijn we een beetje zagrijnig? Abis zagrijnig. Na zagrijn. Akhirnya datang stress. Krijgen we de stress. Ja, de jilid-jilidnya, saudara. Dus dit zijn allemaal fases. Abis dari stress. Vanuit de stress. Sakit kiri kanan. Krijg je dus pijn in je lichaam. Karena kita terus bercenderung. Wij moeten dus niet daar naartoe gaan. Habis kecenderungan kita mulai mengeluh. Daarna gaan we dus mopperen. Ini salah, itu salah. Dit is niet goed, dat is niet goed. Ke belakang salah. Naar achteren. Ke depan salah. Naar voren toe is het. Berhenti juga salah. Als je stopt, is het ook niet goed. Sesudah itu menyalahkan orang lagi. En daarna ga je dus iemand anders de schuld geven. Merasakan, saudara-saudara. Hebben jullie dat ooit gevoeld? Puji Tuhan, saya juga merasakan itu. Prijs de Heer, ik heb het ook gevoeld. Haleluya. Nah, ayat nas yang kita akan dengar pagi hari ini. Het vers die wij dus vanochtend zullen gaan horen. Karena begitu baiknya Tuhan kepada kita. Want zo goed is de Heer aan ons. Karena begitu Tuhan mengasihi. Want hij heeft ons zo lief. Johannes 3 ayat 16. Johannes 3 vers 16. Karena begitu besar kasih Bapa terhadap anak-anaknya. Zo groot is de liefde van de Heer naar zijn kinderen. Sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal. Zodat hij zijn enige zoon heeft gegeven. Saudara, saking sayangnya kepada tetangga. Broers en zusters, jullie hebben de buren zo lief. Saudara, mau gak kasih anak saudara kepada tetangga? Willen jullie je kind naar de buren gaan geven? Menyerahkan of aan de buren anak, gaan geven? Menyerahkan anak saudara kasih ke tetangga. Willen jullie dus jullie kind zelf aan de buren geven? Nee. Nee. Tapi Bapa kita di surga. Maar onze Vader in de hemel. Laten kita baca sekarang Roma 8 ayat yang ke-28. Laten we lezen in Romeinen
8:28. Kemarin kita ada persekutuan doa. Gisteren hadden we dus een gebed. Kita mendengar firman middag. Tuhan. We hebben het woord gehoord. Dari kesaksian anak-anak Tuhan. Van de getuigenissen van de kinderen van de Heer. Pada waktu kita memuji dan menyembah Tuhan. Toen we gingen loven en prijzen. Ayat yang keluar ini adalah Roma 8:28. Kwam dus deze vers tevoorschijn. Vannacht. Saya terus merenungkan firman Tuhan. Heb ik dus het woord overpeins. Karena saya tahu waktu saya memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan memberikan satu ayat. Want ik weet toen ik hem ging loven en prijzen, heeft hij dus een vers gegeven. Karena ayat ini. Deze vers. Kalau saudara tidak pernah mengalami. Als jullie dat nooit hebben meegemaakt. Saudara tidak bisa akan memikirkan ini, merenungkan ini. Kunnen jullie dus niet erover gaan nadenken. Tetapi saya percaya. Maar ik geloof. Bahwa saudara telah mengalami ayat ini. Dat jullie dus deze vers ook al hebben meegemaakt. Pasti. Zeker. Tetapi yang saya ingin mau membukakan pikiran. Maar wat ik dus eigenlijk wil vertellen. Biarlah paradigma kita, kita adalah perjanjian-perjanjian baru. In het Nieuwe Testament. Yang hidup di dalam perjanjian baru. Die leeft in het Nieuwe Testament. Bukan saya katakan tidak usah lagi perjanjian lama. Ik zeg niet dat het Oude Testament niet meer is. Adanya perjanjian lama, pasti ada perjanjian baru. Er is een Oude Testament en er is een Nieuwe Testament. Tapi puji Tuhan kita hidup di dalam perjanjian baru. Maar prijs de Heer, wij leven in het Nieuwe Testament. Dulu di perjanjian lama. Vroeger in het Oude Testament. Roh itu hinggap. De geest die zat. Tetapi sekarang. Maar nu. Perjanjian baru. In het Nieuwe Testament. Roh itu tinggal. De geest woont. Kalau perjanjian lama roh hinggap. In het Oude Testament, de Heilige Geest die zat. Die bisa pergi. Hij kan weer weggaan. Tetapi sekarang tinggal. Maar nu woont hij. Hij woont in ons. Amen, saudara-saudara. Amen, broeders en zusters. Mari kita baca Roma 8:28. Laten we lezen Romeinen 8:28. Kita tahu sekarang. Eén ding weten wij. Bahwa Allah turut. Dat God mee gaat werken. Bekerja. Mee gaat werken. Dalam segala sesuatu. In alles. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Voor wie hem lief hebben, laat God alles meewerken voor hun bestwil. Segala sesuatu. Alles. Adalah semuanya. Het is dus eigenlijk alles. Apakah keadaan saudara lagi hidup dengan manis-manis? Of uw toestand op dat moment dus heel erg goed is. Boleh saya kasih contoh dulu sebentar. Kan ik even een voorbeeld geven? Saya panggil broeder Adi, boleh maju ke depan sebentar. Ik beroep broeder Adi. Broeder Adi, even naar voren. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. God laat alles meewerken. Saya katakan tadi segala sesuatu. Ik zei daarnet alles. Hidup lagi manis-manis. Hij zat in de roze wolken. Coba hidup manis-manis. Ga eens even, relax kijken. Ini Tuhan bekerja terus sama dia. God gaat verder meewerken met broeder Adi. Boleh keluar juga boleh. Je mag ook wel naar buiten. Ketawa toch? Ja, hij zit te lachen. Sukacita. Er is blijdschap. Berdansa-dansa, memuji Tuhan. Berdansa, God loven en prijzen. Tuhan terus bekerja sama dia. God werk met Adi. Sekarang pada waktu dia sedang moment, hidup yang tidak enak. Als hij dus problemen krijgt. Masalah. Problemen. Saking banyaknya masalah. Zoveel problemen krijgt hij. Cemberut. Hij is die chagrijnig. Coba cemberut. Hij moet chagrijnig kijken, maar dat kan hij niet. Allah tetap di sini, bersama. God zit verder met hem. Jalan lagi. Saking cemberut tidak tahu punya pikiran apa lagi. Hij is zo chagrijnig dat hij niet meer kan denken. Sudah pusing saudara-saudara tidak bisa. Hoofdpijn gekregen. Tidak tahu lagi apa yang dia harus kerjakan. Hij weet niet meer wat hij moet gaan doen. Dia berdiri di ujung.
Hij stond op het punt. Nee, ibaratnya. Di atas loteng yang paling tinggi. Op de hoogste etage. Dia tinggal hanya mau terjun. Hij wil alleen maar springen. Karena sudah tidak tahu lagi apa yang dia harus perbuat. Want hij weet niet meer wat hij moet gaan doen. Kebanyakan kita melarikan diri. Meerdere van ons die gaan dus weglopen. Apakah Tuhan tidak turut bekerja sama dia? Is toch niet zo dat God niet in Adi is. Dalam hij blijft werken. Kita bicara alles werkt. God werkt mee. Dia tahu kalau dia terjun ke bawah dia akan mati. Hij weet als hij gaat springen dat hij dus dood zal gaan. Tapi saya katakan hidup yang enak, yang manis-manis, Tuhan terus bersama-sama. Ik zei het net van als wij in goede gezondheid en goede dingen hebben. Kehidupan yang tidak enak juga Tuhan bersama-sama. En in problemen is God ook met ons. Ada kata satu di sini. There is één woord hier. Bahwa yang mengasihi dia. Degene die hem dus lief heeft. Tuhan tidak akan turut bekerja kepada anak-anak yang tidak mengasihi Tuhan. God zal dus niet meewerken naar zijn kinderen toe die dus hem niet lief hebben. Kalau Adi tidak mengasihi Tuhan. Als Adi dus God niet lief heeft. Dia akan cemplung ke bawah. Zal hij dus gaan springen. Tetapi pada waktu dia mengasihi Tuhan. Maar als hij dus God lief heeft. Pasti dia bertanya kepada Tuhan. Hij zal zeker God gaan vragen. Apakah jalan ini yang saya harus ambil, Tuhan? Is dit de weg die ik moet nemen, Heer? Ada satu komunikasi kepada Bapa. Er is een communicatie met de Heer. Dan komunikasi itu, saudara-saudara. En deze communicatie, broers en zusters. Saudara mengasihi Bapa di surga. Omdat u dus de Vader in de hemel lief heeft. Ada satu pertanyaan kepada Bapa. Dus een vraag naar de Vader toe. Karena kita tahu firman Tuhan. Want wij weten over het woord. Maar ga zitten. Sebelum saudara bertobat. Voordat jullie dus bekeerd zijn. Apakah saudara berdoa tiap hari? Gingen jullie iedere dag bidden? Apakah saudara membaca firman setiap hari? Hebben jullie iedere dag het woord gelezen? Sebelum saudara bertobat. Voordat jullie bekeerd zijn. Tidak ada kata doa. Er is geen woord over bidden. Tidak ada kata membaca firman. Het is geen woord over de Bijbel lezen. Tidak ada kata merenungkan. Er is ook geen woord over het woord over peinzen. Pada waktu saudara bertobat. Toen jullie bekeerd zijn. Mulai saudara merenungkan firman Tuhan. Ging je dus erover nadenken over saudara het woord, berdoa. Begin je dus te gaan bidden. Apa yang terjadi? Wat gebeurt er? Kehidupan saudara ada perubahan atau tidak? Jullie leven, is er een verandering in jullie leven? Coba pikir. Even erover berapa nadenken. Tahun saudara di gereja? Hoe lang zijn jullie in de gereja? Berapa tahun saudara mendengar firman Tuhan? Hoe lang hebben jullie het woord berapa gehoord? Berapa tahun saudara merenungkan firman Tuhan? Hoeveel jaren hebben jullie dus het woord erover nagedacht? Over het woord? Pada waktu saudara beseffen. Toen jullie beseffen. Wow. Waktu saya hidup di luar sana. Toen ik dus buiten. Di dunia. In de wereld. Masalah tetap ada. Problemen zijn er steeds. Di Tuhan masalah juga ada. Met de Heer zijn de problemen er ook. Tetapi pada waktu kita handle masalah itu. Maar als we dus deze problemen gaan oplossen. Waktu kita belum mengenal Tuhan pasti lain waktu kita menghandle masalah itu. Toen wij dus God nog niet kennen is heel anders als dat wij dus God kennen. Waktu kita belum mengenal Tuhan. Toen wij dus God nog niet kennen. Kita handle masalah kita. Gaan we dus dengan over pikiran kita. Met onze gedachten. Dengan kekuatan kita. Met onze kracht. Akhirnya yang ada apa? Uiteindelijk, wat is het resultaat? Ben je dus kekecewaan. Teleurgesteld. Tidak naik-naik, kok hidup begini-begini terus. Je komt nooit vooruit. Waarom is het leven nog altijd zo? Tetapi pada waktu kita ada di dalam koninkrijk Tuhan. Maar als wij dus in de koninkrijk van de Heer zijn. Masalah datang. Problemen komen. Kita tahu. Wij weten. Bahwa kita datang kepada Bapa. Dat wij dus naar onze Vader toe moeten. Karena kita tahu bahwa kekuatan. Want wij weten dat de kracht. Datangnya dari Tuhan. Komt van de Heer. Hikmat datangnya dari Tuhan. Wijsheid komt van de Heer. Ada iya. Amin. Is er amin? Saudara merasakan itu? Yeah.
Follow jullie dat, broers en zusters? Berarti saudara ada masuk di dalam firman Tuhan. Dat betekent dat jullie in het woord zijn. Benar? Berarti saudara-saudara. Dat betekent, broers en zusters. Dalam masalah apapun. In welke problemen. Dalam kegagalan apapun. In welke kegagalan. Dat je mislukt, zeg maar. Nee, dat je alles mis is gegaan. Ja. Tuhan turut bekerja. God werkt mee. Tetapi apa yang harus kita lakukan, saudara-saudara? Maar wat moeten wij doen? Ini yang paling penting. Dit is heel kita belangrijk. Tahu bahwa Dewi sama-sama saya. Wij weten dat dia selalu bersama saya. Hij is altijd met mij. Sandra bersama-sama saya. Sandra is met mij. Ik weet het. Tetapi karena saya harus tahu apa yang saya harus lakukan. Maar omdat ik moet weten wat ik moet gaan doen. Begitu juga dengan Bapa di surga. Het is ook zo. Pada waktu kita ada masalah. Toen wij problemen hebben. Satu-satunya, oh ya, ingat firman ini, Bapa engkau tuh bekerja, tetapi aku tidak tahu apa yang saya harus lakukan. Ik weet niet wat ik moet gaan doen, maar onze Vader die werkt met ons. Kita kembali ke firman Tuhan. We gaan terug naar het woord. Tuhan Yesus. Yesus. Engkau katakan adalah kau jalan. U zegt dat u de weg. Kebenaran. De waarheid. Dan kehidupan bagiku. En het leven is voor mij. Firman Tuhan yang kita pakai. Het woord gaan wij gebruiken. Engkau yang memberikan kekuatan kepadaku. U heeft ons kracht gegeven. Saudara-saudara. Broeders en zusters. Pada waktu kita melakukan ini. Als wij dit gaan doen. Kekecewaan tidak tinggal dalam hati saudara. De teleurstellingen blijven niet in ons. Tetapi pada waktu kita di luar firman Tuhan. Maar als wij dus buiten het woord zijn. Kekecewaan pasti tetap tinggal. Blijven de teleurstellingen. Dan kekecewaan itu yang membawakan kita stres. En die teleurstellingen die veroorzaakt de stress. Habis stres, sakit. Word je ziek en ziek en ziek. Ada amin, saudara-saudara. Is er amin, saudara-saudara? Hati yang gembira itu adalah obat. Is dus eigenlijk de medicijn. Amin, saudara-saudara. Amin, firman Tuhan. Het woord van de Heer. Sebetulnya kita telah diberikan hikmat kepada Tuhan. Eigenlijk hebben we dus. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Maar wat moeten wij doen? Satu, saudara-saudara. Eén. Ini misalnya. Contoh. Een voorbeeld. Saudara di rumah. Ada ruang tamu. Thuis in jullie huiskamer. Ada toilet. Er is een toilet. Kebetulan saudara mau kencing. Jullie moesten gaan plassen. Saudara kencing. Je ging naar de toilet. Je tahu nih tombol tinggal pencet doang. Je hoeft alleen maar de knop in te drukken. Tombol itu nggak dipencet sama. Maar de knop ben je vergeten in te drukken. Air urine bergenang di sana. Dus de plas blijft liggen in de toilet. Apa yang terjadi? Wat gebeurt er dan? Bau. Gaat stinken. Kira-kira 3 jam saudara mau balik lagi ke toilet. Ongeveer 3 uurtjes later gaan jullie terug naar de toilet. Siapa yang mencium bau itu? Wie ruikt? Sendiri. Het gure. Het vieze geur. Jezelf. Sendiri. Ja, jezelf. Padahal hikmat dikasih tombol pencet supaya air itu. En de wijsheid is gegeven om de knop in te drukken. Sama juga kita dengan Tuhan. Dat is ook hetzelfde met ons. Kalau engkau mengasihi dia. Als jullie dus hem lief hebben. Masalah apapun. Welke problemen het ook. Walaupun kita suka cita. Ondanks dat we blij zijn. Kehidupan kita senang. Wij zijn heel blij. Terus bawa bersama hadap Tuhan. Samen met de Heer verder. Yang membuat kita senang adalah dia. Die ons blij gaat maken is onze Heer. Yang membuat kehidupan kita manis adalah dia. Die ons leven heel zoet gaat maken is dia de Heer. Memberikan jalan. Hij geeft ons de weg. Tadi saya berbincang-bincang dengan Martijn. Ik had gesprek met Martijn. Saya bilang ada satu. Saya bekerja banyak dulu sama orang-orang Tionghoa. Ik heb dus vroeger veel met de Chinezen gewerkt. Cina Papua. Chinezen uit Papua. Cina Singapura. Chinezen uit Singapura. Cina Hong Kong. Chinezen uit Hong Kong. Haya lului lagi katanya. Alanya pratalima help saya. Maye wait nit wa jemutun saya ditanya. Uso. Asik hal tak akan ikut kopen. Dat klop. Wastel asik 100 gulden geef toen die tijd was gulden. 100 gulden geef. Wat doe je? Voor 30 dagen. Ik deel het van 100 gulden, deel 30 dagen. Dus ik leef alleen maar 3 gulden per dag. Klopt? 3 euro, 10 misschien, 3 euro, 30. Ik zeg 3 euro, 30 zo ongeveer. 100 gulden. Hij zegt, nee, dat kan niet.
dat kan toch wel met 100 gulden. Ik kan toch niet 4 of 5 gulden? Tuurlijk kan. Maar je leeft alleen maar 20 dagen, zegt hij tegen mij. Toen zei ik, wat wil je nog zeggen, zegt hij tegen mij. Dit komt. Het is echt leerzaam. Hij zei tegen mij, als je 330 cent per dag leeft, maal 30 dagen is 100 gulden. Klopt, zegt hij. Maar als je elke dag 330, na 30 dagen is de geld op helemaal. Je leeft, blijft gewoon maar die 3,30 euro per dag. Klopt. 3 maanden, 4 maanden, 5 maanden. Opeens, je wasmachine kapot. Opeens, je motor kapot. Wat ga je doen? Heb je je geld nog? Zegt hij tegen mij. Nee, dat klopt. Alles is op. Waar is de voorraad? Zegt hij tegen mij. Weet je wat je moet doen? Het begin al. Van 100 gulden, 10%, 20%, 30%, 40%. Hoeveel procent totaal? Broeder Albert. 10% plus 20% plus 30% plus 40% 100%. Ik zeg, wat wil je nog zeggen? Hij zegt, 10% geef je aan de stichting of wie dan ook. Goede doel. Of je geeft aan je kerk. De 20%. Spaarpot. De 30%. Je moet gas betalen, licht betalen, huis betalen, verzekering betalen. Vaste lasten. 30%. En die 40%, zei ik tegen hem. De 40%. Je hebt kleding nodig. Je hebt schoenen nodig. Je hebt je geld nodig voor je kinderen. Zegt hij. Reken maar af. 10% naar de goede doel. 20% je spaarpot. 30% je gaat betalen voor de maand lasten. Ja. En 40%, dat is voor jou. Van die 40% moet je wel beheersen. Bijvoorbeeld van 100 euro, 40% is 40 gulden, klopt. Nou, van die 40 gulden moet je wel leven. Schoenen kopen, kleding kopen. Maar als je die 40 gulden hebt en je koopt een kleding van 100 gulden, dan kom je minus, zegt hij tegen mij. Toen begin ik te draaien. Hey, kan je nagaan? Het wereldmensen die zegt tegen mij. Toen begin ik te leren. Het klopt. Ik breng dit naar God. Die 10%, ik geloof. De goede doel van God. Waarom? God vraagt geen 10% van jullie hoor. Weet je, toen die tijd over Jacob. Zijn we nou Jacob? Wie kent Jacob? Die perjanjian lama. In het Oude Testament. Dia seorang penipu, betul? Hij is een huigelaar. Tetapi dia bertobat. Maar hij is bekeerd. Pada waktu dia bekerja, dia tahu. Toen hij werkte, weet hij. Bahwa semua ini adalah kekuatan dari Tuhan. Dit is alles door de kracht van de Heer. Die berkati begitu banyak. Hij is zo gezegend. Tanda syukur Yakub kepada Tuhan. Een teken van dankbaarheid naar God toe. Dia berikan 10%. Heeft hij dus 10% gegeven. Bukan uang. Niet zijn geld. Dia berikan tenaga. Niet zijn kracht. Dia berikan binatang-binatang. Hij geeft dus als een persembahan. Untuk pekerjaan Tuhan. Of voor het werk van de Heer. Tanda terima kasih. Als een teken van dankbaarheid. Jangan bilang 10% itu harus. Nah, tidak. Je moet niet zeggen dat 10% moet. Nee. Bagaimana kita handel sama Tuhan? Hoe gaan wij dus met God om? Karena di 10% kita tahu bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan. Wij weten dat dit dus het werk is voor de Heer. Saudara-saudara. Broeders en zusters. Waktu saya bertobat. Toen ik bekeerd werd. Kadang-kadang kalau dapat 1.500 mesti kasih 150 sakit banget. Soms als ik 1.500 kreeg, moet ik 150 afgeven. Sakit dat doet zeer. Doet heel erg zeer.
Dalam kesakitanmu Tuhan terus bekerja. In jouw pijn gaat God verder werken. Betul. Tapi pada waktu kita mengetahui beseffen bahwa ini adalah punya Tuhan. Maar als wij beseffen op dat moment dat dit de deel is van onze Heer. Kita berdua minta kekuatan Tuhan. Mensen tweetjes hebben vragen dus kracht van de Heer. Om 's ochtends op te staan. Bekerja. Ik wil gaan werken. Tuhan berikan aku pekerjaan, aku tidak ada kerjaan. God geeft mij werk, ik heb geen werk. Benar. Semuanya punya Tuhan. Alles is van de Heer. Semua punya Tuhan. Alles is van de Heer. Dan waktu saya mendapatkan 1500. Toen ik 1500 memberikan 150 kepada gereja. Had ik 150 euro aan de kerk. Mulai berkumpul. Apa kuat cukup? Zit ik erover na te denken. Apa kuat cukup ini? Heb ik voldoende met de rest? Pergumulan terus. Zit verder na te denken. Tetapi apa yang kau lakukan? Maar dat wat jij doet. Tuhan turut bekerja. God gaat meewerken. Tuhan turut bekerja. God gaat meewerken. Filipi 4:19. Bapakku di surga akan mencukupi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan Yesus Kristus Tuhan. Onze Vader in de hemel die zal ons dus gewoon voldoende geven. Ini dalam betul. Sus. Volgens zijn rijkdom in de hemel. Sampai saya didekkan. Karena saya mengalami ini. Ik krijg zelfs hartkloppingen. Omdat ik dit heb ervaren. Bukan saya suruh saudara kasih 10% ke gereja ini. Tidak. Tapi handel met God. Het is niet zo dat ik jullie allemaal 10% laat geven voor de kerk. Nee. Maar Firman Tuhan, doe wat met de Heer. Ujilah aku Tuhan. Het woord zegt van. Beproef mij Heer. Satu beproeving bagaimana kita handel sama Tuhan. Het is een beproeving hoe wij met God moeten gaan handelen. Kalau Bapa di surga turut bekerja kepada kita, als onze Vader in de hemel mee gaat werken. Saya beritahu terus. Ik geef een voorbeeld. Bapa dan anak. Net als een vader en een zoon. Bapa selalu bekerja terus untuk anak. De vader gaat altijd werken voor zijn kind. Karena dia mengasihi anak. Omdat hij zijn kind lief heeft. Waktu anak itu juga mengasihi bapa. Toen de kind ook de pasti vader lief heeft. Pasti dia melakukan apa kata bapa. Zal hij zeker doen dat wat de vader vraagt. Benar. Dit is firman. Dit is het woord. Yang mengasihi dia. Degene die hem dus lief heeft. Saya tantang saudara-saudara bukan untuk harus ke gereja ini. Ik daag jullie uit. Niet om naar deze kerk te gaan, maar laten we samen. Kita kembali di 40%, 10, 20, 30, 40%. Laten we teruggaan naar die 40, 20, 30%. Hidup kita terus 10%, 20%, 30%. Onze leven is door 10, 30, 40%. 4-5 bulan berjalan. 4-5 maanden later. 20% spaarpot. Die 20% spaarpot. Tadinya 20 gulden. Het was eerst 20 gulden. Dalam 5 bulan sudah 100. In 5 maanden wordt het 100 gulden. Ada wasmachine kapot. Er is een wasmachine kapot. Ada uang spaarpot. Hebben wij een spaarpot? Enggak pusing. Heb ik geen hoofdpijn? Benar gak? Coba kita enggak 20% masukin di situ. Als wij dus die 20% niet gespaard hebben. Wasmachine kapot. Wasmachine kapot. Mulai bingung. Ja. Wah gimana nih? Krijg je problemen. Mulai mikir kan. Ga je durven nadenken. Mulai cenderung. Dan ga je dus. Mulai stress. Andere neigingen. Heb je stress? Salah siapa? Wie's fout is dit? Salah sendiri. Je eigen fout. Kayak macam tadi waktu kita plasen di toilet. Net als toen wij naar de toilet gingen. Padahal di situ. Plasen. 3 seconden teken. En het, je moet alleen maar 3 seconden op de knop gaan drukken. Tapi kadang-kadang kalau kita lihat. Maar af en toe. Saya mengalami di kerjaan. Ik heb het meegemaakt op de werk. Toilet, als we naar de toilet gingen. Er staat erop. 3 seconden. Druk op de knop. 3 seconden. Staat erop. Maar als je binnenkomt, je zit aan die urine. Ik denk om me heen. Ben je volwassen of hoe zit dat? En dan gaat hij nog klagen. Jongen, die toilet is stink. Ja, hè? Begrijp je nog wat in?
En ini juga dengan firman Tuhan, saudara-saudara. Dit is ook net het met het woord, broeders en zusters. Kita menghandal waktunya Tuhan, benar. Wij gaan dus naar zijn tijd. Wij gaan zijn tijd volgen. Tapi waktu kita berjalan terus di dalam firman Tuhan. Maar als wij dus verder gaan lopen in zijn woord of met zijn woord. Kita udah nggak mikirkan waktu. Gaan wij dus niet meer erover nadenken kita over de tijd. Kita lihat berkat-berkat. Wij zien de zegeningen binnenkomen. En bukan hanya berkat, en niet alleen maar zegeningen. Sampai kita dapat memberkati orang. Het is zelfs zodat wij dus mensen kunnen gaan zegenen. Kemarin saya ngomong sama broeder Albert juga. Gisteren heb ik gepraat met broeder Albert. Tijdens feest van Jovian. Tijdens het feest van Jovian. Kita bukan hanya cuma memberitakan Injil. Het is niet zo dat wij alleen maar het woord verder gaan geven. Saya katakan saudara tidak hidup dengan hanya firman Tuhan. Ik zei van, je kan niet leven alleen maar van het woord. Hanya memberitakan firman Tuhan. Alleen maar het woord doorgeven. Tapi kalau saudara memberitakan firman Tuhan kepada orang. Maar als jullie het woord doorgeven aan iemand. Orang itu perlu sesuatu. Die persoon heeft het nodig. Dia mengetuk hati saudara. Ja, hij zal aan jouw hart gaan kloppen. Gua gak ada makanan. Ik heb geen eten. Firman Tuhan kasih makanan. Het woord zal dus het eten baju geven. Ik heb geen kleren. Firman Tuhan katakan, kasih pakaian. Het woord zegt van, geef kleren. Kalau ada orang ketok pintu, als iemand dus aan je deur gaat kloppen, ik heb geen eten. Sembur dia dengan firman Tuhan. Apa yang terjadi sama orang? Je geeft hem dus het woord alleen maar. Die persoon zal doodgaan. Of die zal dan verhongeren. Benar, saudara. Hey, wij zijn de kinderen van God. Klopt. Wij moeten zijn woord doen. Niet alleen maar luisteren. Iman tanpa perbuatan mati. Geloof zonder daden is dood. Tuhan Yesus, ini contoh yang paling top. Dit is een buitengewone voorbeeld van onze Jezus. Dia memberitakan kasih Bapa. Hij heeft dus de liefde van de Heer doorgegeven. Hij heeft de wonderen laten zien. Dia beritakan Injil. Hij heeft het woord doorgegeven. Tapi dia tidak lupa juga memberikan makanan kepada 5.000 orang. Maar hij vergat ook niet om voor 5.000 mensen eten te geven. Mungkin kita tidak bisa kasih 5.000 orang. Misschien kunnen we niet voor 5.000 mensen eten geven. Apakah kita tidak bisa kasih 1 orang? Maar voor 1 persoon kunnen we dat wel. 2 tahun yang lalu. 2 jaar geleden. Corona terjadi. Was er corona? Begitu banyak pastor-pastor. Er zijn zoveel pastoren. Yang hanya mengandalkan uang, apa namanya, kasih. Die alleen maar van de collecte moeten gaan leven. Mereka korban kesana kemari. Die gingen dus overal preken. Saya bicara tentang yang di kampung-kampung. Ik praat over degene die in de dorpen moeten gaan preken. Mereka khotbah, mereka tidak dapat uang, tapi dapat singkong, ubi. Ze gaan preken, maar ze krijgen dus in een andere vorm terug, in de vorm van een cassave. Begitu corona, saudara-saudara. Toen de corona er was. Mereka tidak bisa praktikan ini. Ze kunnen dus nergens naartoe gaan. Mereka mulai mengetuk. Ze gingen dus overal gaan kepada GBI-GBI yang di luar negeri. Naar alle GBI's in het buitenland. Apakah kita cuma bilang rasain de corona? We kunnen toch niet zeggen van, dat is de corona. Apakah kita hanya bilang, wij kunnen niet zeggen. Tuhan toch ada. God is er toch. Tuhan turut bekerja bersama saudara. God zal meewerken apakah met jullie. Apakah hanya firman Tuhan yang kasih kepada mereka. Het is niet zo dat we alleen maar het woord door gaan geven naar u toe. Saudara-saudara. Broeders en zusters. Puji Tuhan. Prijs de Heer. Kami dapat membantu selama 3 bulan. Wij kunnen dus helpen. Voor 3 maanden hebben we kunnen helpen. Jadi bukan hanya untuk firman Tuhan yang kita berikan. Niet alleen maar het woord dat we door moeten geven. Tapi pelaku kita. Bagaimana? Maar ook onze daden. Begitu banyak orang-orang yang membawakan firman Tuhan. Er zijn zoveel mensen die di tengah-tengah jalan atau di pinggir-pinggir jalan. Onderweg of de langste weg. Tapi perbuatannya sama-sama dunia. Maar hun daden is net als van de wereld. Saudara-saudara. Broeders en zusters. Dan itu saya katakan tadi. En daarom zeg ik. Firman ini sudah ada di dalam saudara dan saudara mengalami. Het woord is in jullie en jullie hebben dat meegemaakt. 22 tahun yang lalu. 22 jaar geleden. Semangat mulai saya bertobat. Toen ik bekeerd werd. Begitu susahnya saya.
heb ik het zo ontzettend moeilijk. Maar ik weet, ik heb altijd het aan het woord gehouden. Mijn Vader in de hemel, die zal dus alles geven wat ik nodig heb. Bukan kemauanku. Dat is niet mijn verlangen. Menurut kekayaan dan en kemuliaan Yesus Kristus Tuhan. Volgens zijn. Amin, saudara. Volgens zijn plan. Minggu kemarin, suster Nana katakan, jangan vorige week, suster Nana pintu, cuma mang nengok-nengok. Dus niet bij de, tot bij de deur gaan stoppen. Broeder, niet alleen maar naar links en naar rechts bekijken. Dia bisa berikan lagi kepada teman-temannya. Broeder Albert heeft naar zijn vrienden kunnen delen. Dia mengingat firman Tuhan yang dibawakan minggu kemarin. Hij heeft dus gedeeld met zijn vrienden over het woord van vorige week. Mari saya ajak saudara-saudara masuk dalam firman. Ik nodig jullie uit om in het woord te komen. Kalau firmannya sudah katakan Allah turut bekerja. Als het woord zegt van God gaat meewerken. Dalam segala sesuatu. In alles. Untuk memberikan kebahagiaan. Om dus voor jullie eigen best wil. Jangan ragu-ragu. Dus niet twijfelen. Masuk firman. Ga het. Masuk di dalam firman. Ga erin. Karena saudara sebetulnya sudah mengalami. Eigenlijk hebben jullie dat al meegemaakt. Tetapi sekarang masuk lagi lebih dalam. Maar ga nu diep Tuhan ujilah aku. Ga mij dus apa yang aku in. Dengar ini pagi. Dat wat ik vanochtend heb gehoord. Ayat yang terakhir. Laatste vers. Jeremia 29 ayat 11. Jeremia. Pasti ada di 9 vers 11. Hati saudara dan sudah saudara banyak dengar. Dat is zeker in jullie hart en jullie hebben het al vaker gehoord. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan. Apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh. Want ik weet welke plannen ik voor u heb, zegt de Heere. Met deze plannen heb ik voor u het goede op het oog en niet het kwade. Ik wil u weer een toekomst, een nieuwe hoop geven. Bukan hari depan yang cukup harapan. Dus niet alleen maar een nieuwe toekomst. Tetapi sini dikatakan hari depan yang penuh harapan. Maar hier werd gezegd. Een nieuwe toekomst en een nieuwe hoop. Berarti dat kita masih hari depan. Dus onze toekomst. Saya sudah memikirkan, saudara-saudara. Ik heb al erover nagedacht, broers. Nanti pensioen gimana? Hè? Als ik met pensioen ga, hoe moet dat? Mulai 67. Vanaf 67. Kalau saya dengar dari orang-orang pensioen tekort terus. Ik hoorde van mensen dat ze allemaal pensioentekort hebben. Karena itu begitu banyak juga orang-orang yang udah pensiun masih kerja. En daarom zijn zoveel pensionados die nog gaan werken. Benar. Pensiun kita 800. Onze pensioen is 800 bijvoorbeeld. Tetapi sewa rumah tambah naik. Maar de huur van het huis wordt hoger. Setiap tahun tambah naik. Ieder jaar wordt het hoger. Tapi pensiun saudara nggak akan naik-naik. Maar die pensioen gaat dus niet omhoog. Berarti kehidupan saudara jajan uang jajan tadinya 50 turun. Dat wat je overhoudt die 50 euro, dat wordt minder. 40. Wordt 40. Tahun depan jadi 30. Volgend jaar wordt het 30. 3 tahun kemudian jadi 20. 3 jaar later wordt het 20. Tambah kurang betul. Het vermindert. Tapi firman Tuhan katakan. Maar het woord van de Heer. Pada waktu kita masuk di dalam firman Tuhan. Als wij in het woord ingaan. Kepadamu hari depan yang penuh. In de toekomst krijgt u dus nieuwe hoop. Penuh harapan. Bukan cukup harapan. Niet alleen bukan maar kurang niet, harapan. Niet, tetapi pada waktu kita masuk di dalam firman Tuhan. Kita akan zitten, dipenuhi. Haleluya. Praise the Lord. Amen. Amen. Yang terakhir. De laatste. Dari itu setiap kita en daarom ieder van di dalam dunia ini die in de wereld leeft ada pertandingan. Er is dus een wedstrijd. Kita bertanding dengan pertandingan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Wij moeten een wedstrijd voeren met het leven
met het goede leven. Ada amin, saudara-saudara. Is er amin, broeders en zusters? Mari saya undang pemain-pemain musik. Ik nodig de muzikanten uit. Kita naikkan pujian ini. Laten we gaan zingen. Goodness of God. Saudara mau berdiri, saudara mau duduk, silakan. U mag zitten, u mag staan. Renungkan, nyanyikan. Ga erover nadenken, ga meezingen. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. The moment that I wake up until I lay in my head, I will sing of the goodness of God. Thank you.
tijd nodig. Kom maar. All my life you have been so good. Misschien jullie hebben iets wat God van de Heer heeft. Maar je hebt nog niet gedaan. Zeg de Heer, kom naar mij. Kom naar mij toe. Mijn lieve kinders, kom naar mij toe. Zeg maar. Thank you.
Terima kasih Tuhan. Dank u wel, Heer. Hambamu selesai untuk menyampaikan firman. U dienstknecht is klaar met het woord. Kami kembalikan kepadamu. Wij geven aan u terug. Karena kemuliaan hanya bagimu. Amen. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amen. 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 God is goed, amen. Mooi om weer het woord te horen en te beseffen dat God altijd met ons is en altijd het goede voor ons heeft. Amen. Waar we ook doorheen gaan. God is zo groot, God is zo machtig dat Hij dat kan. Amen. Amen. Voordat we het gaan afsluiten en gaan bidden, heb ik nog een aantal mededelingen. Volgende week is onze dienst op de zaterdag, dus niet op de zondag, zaterdag 7 mei om 11 uur. En de plaats is het Peterskapel. Dus op de Staart, niet hier. Er is ook op vrijdag 5 mei een samenkomst, een bijbelstudie. Deze begint om 7:30. Het adres Johanna Naarwerf 352. En de spreker zal zijn broeder Wilfred Kools. Vrijdag 6, hè? Oh, er staat hier 5. 6? Het 6. Zo is het gewoon op vrijdag 6 mei. Dank u. We hebben de afgelopen week ook een aantal jarigen gehad. 25 april was Xavier jarig. 28 april Jovian en 30 april onze zus Jolita, maar die is op vakantie. Hiervoor wil ik graag met jullie in gebed gaan en daarna gaan we over naar het slotgebed. Dus, dankjewel, O Abba Vader, voor deze dienst die u heeft gegeven, O Heer. Heer, ook voor het woord, O Abba Vader. Heer, wilt u onze voorganger zegenen, Heer, met meer wijsheid, uw inzicht en uw kennis, O Abba Vader. Dat hij in uw goede werk al mag wandelen, O Abba Vader. Ik dank u wel, O Heer, dat u hem en zijn vrouw als voorgangers heeft voorgesteld als een leider, zo Abba Vader. Ik dank u wel, O Abba Vader, dat u hen daarin steunt. U hen daarin begeleidt, O Abba Vader, om ons verder op weg te helpen, O Heer. Om uw koninkrijk groot te maken, Heer. Om u te behagen, Heer, O Abba Vader. Abba Vader, dat ze leiders mogen zijn, O Heer, met hun daden. Niet alleen maar met het zeggen, O Abba Vader. Ik dank u, Abba Vader, dat u deze gemeente hier heeft geplaatst, O Heer, en de mensen die hier zijn, O Abba Vader, dat we kunnen bouwen op elkaar, O Heer, en bouwen omdat we weten wie ons fundament is, O Abba Vader. Dank u wel, O Abba Vader. Ik wil u bidden voor de jarigen van de afgelopen week, O Abba Vader. Voor Xavier, voor Jovian en voor zuster Javita, O Abba Vader. Abba Vader, dat u hen dit jaar weer heeft gegeven, Heer. Een mooi nieuw jaar, O Heer. Een mooie toekomst met nieuwe hoop, Abba Vader. Ik dank u daarvoor, O Heer. Want u hen ook zegenen met uw wijsheid, uw inzicht en uw kennis, O Heer. Dat ze fijngevoelig mogen zijn naar uw stem, O Abba Vader. Abba Vader, dat wat komen gaan dit jaar, O Heer. Dat ze dat tot hen mogen nemen, O Abba Vader. Daarmee aan de slag mogen gaan, O Abba Vader. Abba Vader, dat ze in hun roeping mogen wandelen, O Abba Vader. Ik dank u daarvoor, O Heer Jezus. Zegent u hen en hun families en gezinnen, O Abba Vader. Ik dank u daarvoor, O Heer Jezus. U bent goed, Heer. Amen. Abba Vader, we gaan ook over naar de collect, O Heer Jezus. Heer, dat we mogen geven, O Heer, vanuit ons hart, O Abba Vader. Dat we mogen, dat het een act of worship is, O Heer. Dat het een handeling is uit liefde, O Abba Vader. Omdat we weten dat wij niets tekort hoeven te komen, O Abba Vader, omdat u met ons bent, O Abba Vader. Wij geven u alle eer, O Heer, in Jezus' naam. Amen. Oh,
Mari yang diberkati katakan bersama-sama.